Er is in Nederland een ondernemerschapparadox. Het zelfstandig ondernemerschap is enorm toegenomen, maar grootschalige innovatie blijft achter. Zelfstandig ondernemerschap in Nederland is enorm toegenomen de laatste 10, 20 jaar. Maar dat is vooral een groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel geweest. En niet een groei van het aantal snel groeiende ondernemingen. We zien eigenlijk dat het aantal snel groeiende ondernemingen gestagneerd is. Hoe komt dat nou? Nou, dat heeft zowel zo met cultuur als met formele instituties te maken. Dus de wet en regelgeving, met name voor kapitaalmarkten en arbeidsmarkten. Als we kijken naar de cultuur, is in Nederland het zelfstandig ondernemerschap weliswaar meer gewaardeerd geworden. Maar niet het succesvol ondernemerschap. Nederlanders zijn niet zo heel erg blij met succesvolle ondernemers. Dat is ook, laat me zeggen, een grote reflectie van de cultuur in Nederland, waarin je bent snel tevreden met een zesje, maar je uitblinken wordt niet echt gestimuleerd. Het is vooral het stimuleren van achterblijvers naar het gemiddelde. Dat is op zich goed. Maar als je grootschalig vernieuwing wil, wil je ook vooral mensen die ambitie hebben, die excelleren op bepaalde punten en daar nieuwe combinaties maken. Daar blijven we in Nederland op achter. Je kan ook kijken naar de formele instituties. Dus je ziet vooral de fiscale regelingen rondom het zelfstandig ondernemerschap. Dat is vooral opgericht om mensen in het zelfstandig ondernemerschap te krijgen, met startersaftrek, zelfstandig aftrek. Dat is enorm toegenomen in omvang. Maar dat helpt om zelfstandig te worden en dan nog wat geld over te houden aan het eind van het jaar. Maar dat stimuleert niet echt of werkt zelfs tegen dat je mensen in dienst neemt. Dat wordt ook nog eens tegengewerkt door een starre arbeidsmarktregulering. Het is vrij lastig om mensen in dienst te nemen, vooral om ze te ontslaan met vaste contracten. En, ja, dat heb je nodig als je een innovatieve onderneming hebt waar grote risico's worden genomen die een upside hebben, maar ook een downside. En je ziet ook dat de kapitaalmarkt, die natuurlijk op vele fronten niet zo goed functioneert momenteel in Nederland, maar met name belemmerend is voor starters en doorgroeiende middelgrote ondernemingen om die te financieren. Als je deze situatie vergelijkt met het buitenland, wat zie je dan? Ja, je kan eigenlijk drie richtingen opgaan. We kunnen, laten we zeggen, het westen opgaan richting het Angelsaksisch model, waar een hele flexibele arbeidsmarkt is en ook een kapitaalmarkt die heel snel geld kanaliseert naar veelbelovende initiatieven. Dus innovatie aanjaagt en ook rekening houdt met het succes en ook falen van innovatie. Dus als het niet goed gaat, dat je ook die middelen, mensen en kapitaal weer op een andere manier moet inzetten. Dat is de ene richting. We kunnen ook naar het noorden gaan, naar Scandinavië. Lijkt misschien iets meer nog op Nederland. Kijken van hoe we, net als de Scandinaviërs, veel meer het ondernemend gedrag van werknemers kunnen stimuleren. Meer in ze kunnen investeren. Meer ook bottom-up initiatieven binnen de organisatie mogelijk maken. Er zijn veel succesvolle Scandinavische multinationals uit voortgekomen. Waarom doen we dat eigenlijk in Nederland niet zoveel? Dat is vooral een taak ook van werkgevers. Of we kunnen naar het zuiden gaan en misschien het nieuwe Griekenland worden van Europa en nog meer zelfstandigen hebben. Dat misschien 1 op de 3 of 1 op de 2 mensen in de beroepsbevolking zelfstandig is. Misschien net haar eigen inkomen kan voorzien, maar dat grootschalige innovatie achterblijft. Als we naar beleid kijken, wat kunnen we dan doen? Ja, nou ja, we kunnen die richtingen ook serieus nemen. Kijken van wat moeten we als beleidsmakers aan doen om dat te mogen te maken of misschien onmogelijk. We zouden inderdaad de arbeidsmarktregulering kunnen hervormen. Als je meer scale-ups wil hebben in Nederland. En ook kijken om slimmere manieren om geld daar naartoe te kanaliseren. Het is vooral ook een taak van werkgevers om te zorgen dat hun werknemers meer ruimte krijgen om zich te ontplooien, om innovatie bottom-up aan te jagen. Daar kan de overheid op zichzelf weinig aan doen, hooguit misschien best practices wat beter communiceren. Maar het is vooral ook een taak van werkgevers. En misschien ook het zelfstandig ondernemerschap niet zo aantrekkelijk maken, zodat werkgevers altijd maar mensen via ZZP-constructies in dienst nemen. Ik denk niet dat we het Griekenland van Europa willen zijn, maar we zouden wel kunnen nadenken over hoe we als Nederland een volstrekt nieuw model van ondernemerschap kunnen ontwikkelen, waarin zwermen van zelfstandigen op allerlei nieuwe manieren met elkaar samenwerken, wel in elkaar investeren en ook in zichzelf en in innovatie, maar wel op een manier die flexibel is en die mogelijk maakt of die gebruik maakt van het hoge mate van vertrouwen en hoge mate van ICT-penetratie in Nederland en misschien een volstrekt nieuw model van ondernemerschap creëert, net als zoals Nederland ooit in de 17e eeuw de VOC voortbracht. De beroemde VOC-mentaliteit. Nou, dat bedoel ik dan weer net niet. Maar wel dat we als Nederland juist nieuwe experimenten aangaan om waarde te creëren op een manier waarop dat in andere landen nog niet gebeurt.